Meneer Obbing. Ja, dat ben ik. Ja. Ja. Dank u dat u... Ja, ik sta, dit is voor de zaak waar ik al 36 keer voor demonstreer. Nee. En ik heb u een keer aangesproken op het plein, vluchtig. Maar omdat in mijn zaak Sybe Rietstra, die heeft mij iets aangeboden waar ik nee op heb gezegd. En mijn vraag nu was, bent u ook aangesproken op Rietstra? Ja, hier ben ik bij aan de toekomst en ik ook. En ik ben nu hier. Dat is Dexel. Nou, het komt uit die pool, zeg maar. Ja, dus ik ben nu hier gedetacheerd vandaag. Maar meneer Obbing, ik heb ook een vraagje. Als ik dan kijk eigenlijk naar het World Economic Forum, daarin staat ook COVID-19 staat daar beschreven. Daar ben u eigenlijk de man van. Heeft u dan al uw collega's uit Duitsland bijvoorbeeld ontmoet van COVID-19 programma directeuren in Brussel bijvoorbeeld? Ik heb overlegd met Duitsers, Noord-Rijn-Westfalen. Zijn staatssecretaris is op bezoek geweest. Een van mijn directeuren heeft ook overleg gehad. Dus, okay. Er is veel internationaal overleg en we proberen van elkaar zo goed mogelijk te leren. Dank u wel. Oké. Okay. Dag. Nou, Niels Obbing, de programma-directeur-generaal COVID-19, die komen wij gewoon tegen. Wij kennen hem en ja, eigenlijk is dit een interessante man die s'avonds in de programma's uitgenodigd zou moeten worden. Weet je, als je vragen hebt, hoe zit het nou precies? Ik vind het heel sportief dat hij even antwoord geeft. En wij zijn geen journalisten, wij zijn burgers die weten dat het land helemaal naar de kloten gaat. En dat willen wij voorkomen.